Hallo, welkom bij mijn 100ste stream op Twitch. 100, 100, 100. Kijk hier, 100. Welkom allemaal. Eigenlijk iets meer dan 100, want ik heb natuurlijk op YouTube heb ik ook wel eens gestreamd. Maar echt, op Twitch is dit de 100ste. Star 100, 100. En wat vinden jullie van... dit allemaal? Nieuwe chat. Die kant. Nieuwe chat. Nieuwe layout. Wat vinden jullie ervan? Koning Piet zegt oké, cool. En ook meteen welkom Piet. En Sharon zegt het ziet er heel tof uit. Zij zegt nieuwe layout. Ik zag het. Super tof. Ja, ik zat echt te wachten van gaat iemand in het startscherm iets zeggen over de chat die er al anders uitziet. Er zijn wat dingetjes natuurlijk hetzelfde. Startscherm, eindscherm is hetzelfde. Pauzescherm is een klein beetje aangepast. Game scenes is nog steeds met een Polaroid, maar een andere Polaroid. Maar ja, het grootste verschil is mijn camscène natuurlijk. Je kan gewoon, tadaa, hier ben ik. En daardoor kunnen jullie ook waarschijnlijk Omri wat vaker op de achtergrond zien. Want dit hier is zijn mandje. Maar hij is nu footsie. ik zat er al een tijdje over na te denken om iets anders met mijn layout te doen. Want ik had natuurlijk eerst zeg maar dit gedeelte dan mijn cam. En dan dit gedeelte de chat. Maar als er dan weinig of geen chat was, dan was dat eigenlijk verloren ruimte. Nu kan je een beetje zien van mijn woonkamer. Ik moet alleen nog wat dingetjes aanpassen. Want die stoel moet nog steeds naar boven. Die tafel moet ook ooit weg. Daar wil ik een keer wat anders leuks neerzetten. Omri denkt wegwezen, Kim gaat live. Ja, nu kan hij niet meer stiekem langs lopen. Want jullie kunnen het allemaal zien. Het is een soort van feeststream. En met een feeststream gebruik ik niet de gewone vlaggetjes, maar de feestvlaggetjes. Maar een andere ding wat ik doe met een feeststream is ook een subje weggeven. Het is inderdaad de 100ste hang. Jullie kennen dit bakje wel. Ik ga er hier eentje uittrekken. Oh, dat was wel heel hard. Sorry. Maar tegelijkertijd gaat er ook een giveaway lopen. In dit bakje zitten alle subjes van de afgelopen 12 maanden. En iedereen die sinds de afgelopen feeststream en deze feeststream geabonneerd is, zit er met een extra vlaggetje in. Sharon zegt, leuk jurkje heb je aan. Dankjewel. Hij is eigenlijk stuk. Maar dat zie je aan de voorkant niet. Maar ik vind hem zo leuk. Maar er zit dus een klein gaatje aan de achterkant bij mijn kont. Dus hoi Jamie, welkom. Maar dat maakt niet uit als je streamt en op je kont zit. Dus daar kan ik hem, dan wordt het mijn streamjurkje. Hey Meike, welkom. En Rachel, welkom. Lianne, welkom. Sharon zegt, oh joh, maakt niet uit. Nee, dan is dit gewoon een ik ben thuis en zit op mijn kontjurkje. En ik heb dan een ander jurkje voor als ik naar buiten moet met dit soort warm weer. Perfect voor stream inderdaad. We gaan een dubbele subjes giveaway doen. Want een van de oude vlaggetjes ga ik eruit trekken. Die krijgt een nieuw subje. Maar ik ga dus ook weer een giveaway doen met de muntjes. Oké, check even je saldo. Dan kan je zien hoeveel muntjes je hebt. En zometeen al. Als de giveaway gaat lopen, dan is er 1 of 2 minuten de tijd. Volgens mij 2, ik zal het zo kijken. Om dus je muntjes in te zetten. En dat doe je dan zodra de melding in de chat komt. Goedemiddag, Rosie. Zodra de melding in de chat komt met uitroepteken, inzet, spatie en een getal. En het getal kan minstens 1 zijn, maximaal 100. Maar als je minder hebt dan 100, bijvoorbeeld Rachel, die heeft er 19. Dan kan je niet meer inzetten dan 19. Dus ik zal hem aanzetten. Dan komt de melding zo meteen in de chat. En dan mag je hem gaan... Ja, 2 minuten is hij. 2 minuten de tijd om in te zetten. Als de melding in de chat komt. En dat is nu. Nu kan je inzetten. 2 minuten de tijd. Uitroepteken inzet. Spatie in een getal van 1 tot 100. Of minder dan 100. Als je minder dan 100 hebt. Je hoeft niet alles in te zetten wat je hebt. Zoals Sven, die doet gewoon 1. Sharon doet ook 1. En dan ga ik ondertussen uit de oude subjes ook een vlaggetje trekken. Het potje staat nu trouwens hier. Zoals je kan zien, hij is leeg. Want alle subjes die op dit moment nog lopen, zitten er dus ook bij. Sven zegt, nu hopen dat jij niet wint. Oh, nu hoop ik dat jij wel wint, Sharon. Oh, dat is wel lief. Rosie doet ook 1. Kijk, allerlei vlaggetjes. Allerlei oude vlaggetjes. Ik ga een eentje grappelen. Ja, precies. Waarom niet? Sharon gunt het iedereen. Dat is lief. Oké, ik ga in 3, 2, 1. Ah, Bianca. Goedemiddag, van harte gefeliciteerd met je 100-stuk stream. Kimpul groet, Kimpullel, Kimpulhart, Kimpulmolenbril. 100 stuk stream. Het is een groene van een feeststream. Februari. Dat was de 1000ste stream, volgens mij. Nee, 1000 volgers stream. Maar het is Brenda24. Brenda24 heeft een subje gewonnen. Ik weet alleen niet of Brenda er is nu. Ik ga kijken of het mij lukt. Want als ik weet, als ze er is, dan kan ik natuurlijk zien of ze een sub-icoontje voor de naam heeft. Oh. Gefeliciteerd met alweer 100 streams. Kimpul, hardop naar de volgende 100.
Dankjewel, Rosie. Op naar de volgende 100, ja. Oh, en ondertussen is ook de andere giveaway gestopt. Dus jullie kunnen niet meer inzetten. Ik ga wel even tussendoor naar mijn eigen stream weer. Twitch.tv/Kimpuls. Mensen op YouTube, Twitch.tv/Kimpuls. Schenk een abonnement aan een specifieke kijker. En dan staat er Brenda24. Ik weet dus niet of ze nog een subje heeft op dit moment. En het is gewoon alleen Brenda24, geen streepje of iets. Oh, ik hoor weer wat. Henk, dankjewel. Gefeliciteerd 100 feeststream. Ja, 100 feeststream. Ja, Omri zit in een mandje. Omri! Omri, je bent te zien. Ze kunnen je allemaal zien. Omri denkt, laat me lekker liggen. Die zit me ook echt zo aan te kijken. Zo van, wat moet je van me? Wat moet je van me? Oké, ik ga het subje naar Brenda doen. Hoe doe je dit? Waarom elke keer als ik een subje cadeau geef? Oh, nee, ze is nog gesubt. Ik kan hem niet cadeau doen. Vandaar. Oké, Brenda krijgt hem dus later. Dus dit vlagje hou ik nog even apart. En dan laat ik het in de Discord wel weten dat ze mij een seintje kan geven als het zover is. Maar een van de andere mensen die nu net muntjes heeft ingezet, gaat ook een subje winnen. Ik ga even kijken wie allemaal hebben ingezet. Dat zijn Sven, Sharontje, Voetbalsims, Lianne26, StarSims4, MeikeXX, Rosie. Rachel, Caitlin, Lizzie Games en Iris205. Jullie hebben samen 108 muntjes ingezet. Ja, hij kijkt echt van, wat moet je van me? Zit ook gewoon weer met zijn rug naar me toe. Oh, kijk, er is weer aandacht. Omri. Ja. Oh, er is een high train. Dat is leuk. Maar ja, we gaan een winner picken. En die komt in de chat. Oh, nog, ik hoor weer wat. Kimpulhart. Dankjewel, Lianne, voor 400 bitjes. Jeetje, Mina. Oh, kijk, nou heb je de 1k bit badge. Je hebt een nieuwe emote erbij. En die is voor altijd. Die is voor altijd. En voetbalsims, jij hebt gewonnen. Jij krijgt een subje. Gefeliciteerd. Allemaal hartjes in de chat. Ja, dan mag je een kleur kiezen. Uitgeteken feestvlag dit keer. En dan ga ik ondertussen even kijken hoe dit moet. Ik ben het elke keer kwijt. Ik zie ook dat je 33 hebt ingezet. Als het goed is, komt de melding er zo aan. Rood. That's right. That's right. Woep woep. Een subje voor voetbalsims. Ja, gefeliciteerd. Hoeveelste? Gooi even iets in de chat, voetbalsims. Dan kan ik de emote nu zien. Kijk. Yeah, 2 maanden. De tweede keer. Oh, bitjes van Bianca. Kom maar op met die potemoot. Ha 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 ja. De potemoot. Ja, Bianca heeft hem ook. Gooi hem in de chat. Gooi hem in de chat. De potiemoot. En hier is het vlaggetje van voetbalsims. Gefeliciteerd. Je zit erin. Hoi Miss Divi, welkom. Ja. Nou, Brenda moet het later maar even laten weten. Als ze weer een keer op stream is en de subjes verlopen. Maar ik hou het vlaggetje leg ik even apart. Dus die krijgt ze nog. Het is vandaag dus mijn 100ste stream. En mijn 100ste stream wil ik dus gaan spelen met kijkers. We gaan zo meteen Mario Kart doen. Ik heb namelijk bij de moderators een polletje gedaan met allerlei community games. En toen was Among Us. Oeh! That's right. Prime subje. 7 maanden al. 7 maanden. Feestvlag. Uitroepteken feestvlag voor Miss Divi. Hartjes in de chat voor Miss Divi. Dankjewel, Miss Divi. Maar ja, de moderators die mochten kiezen uit allerlei community games. En toen had Among Us gewonnen. Maar ik had op dat moment niet genoeg aanmeldingen. We gaan Among Us dus op een ander moment een keertje inhalen. De gedeelde tweede plaats was Mario Kart en Uno. Dus we gaan vanmiddag Mario Kart doen. VIPjes mochten ook stemmen. En VIPjes hadden gekozen voor Splatoon 2. Dus vandaag gaan we onder andere Mario Kart spelen. En Splatoon 2, maar ik wil zo meteen eerst even Drawy gaan spelen. Want jullie weten, ik hou van tekenspelletjes. En dit keer, voor degene die denkt, ik hou niet van tekenen. Jullie hoeven dit keer alleen maar te raden. En Miss Divi wil graag een blauwe. Gaan we een blauwe maken. Tadaa! Miss Divi is erbij. Ja, wordt scherp. Miss Divi, jouw vlaggetje. Zo. Laten we 10 woorden doen. Ik geef jullie 90 seconden, want streamvertraging voor sommige mensen. Omri ligt lekker in het mandje, ja. Catcam is niet meer nodig, want je kan hem gewoon op de achtergrond zien liggen nu. En Elmira, dankjewel voor het volgen, welkom. Oké, 10 woorden, 90 seconden, begin. Wie is er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Is iedereen er klaar voor? Ja, ik zie All Stars er klaar voor en Miss Divi is er klaar voor. Gewoon Nederlands woorden, raden. Oké.
Ik kan het passeren. Ik doe passeren. Hoe dan? Genoegen. Hoe teken je genoegen? Ik kan veel dingen tekenen, maar genoegen? Sorry jongens. Lekker begint dit. Heerlijk. Leuk. Kim doet een nieuw spel. Eerste woord. Bam. Volgende. Oh, dit kan ik. Ik weet dat sommige mensen al meteen denken dat het iets anders is. Kan ik hem ook vullen? Ja, hè? Hup. Hup. Wacht. Nee, die streepje. En dan kleuren we hem in. Misschien wordt het dan wat duidelijker. Want ik neem aan dat iedereen wijn zit te roepen nu. Hey, Iris, frisdrank. Het is frisdrank. Chocobel was inderdaad ook al een optie. Ja. Oh, ik zit nu aan het water. Ik wou zeggen, misschien dat ik het zo verpak. Roos, ik dacht eerst aan sojasaus. Ja, ik zou eigenlijk de chat even moeten teruglezen. Even kijken hoor. Want de eerste, ja, ik zie het al. Wijn, champagne. Ik wist het. Toen ik begon met die vorm, dacht ik, mensen gaan wijn zeggen. Oké, volgende. Oké. Oh, dat was niet de bedoeling. Terug. Oké. Het gaat niet om dit, jongens. Dit is even om het duidelijk te maken. Een heel lelijk stick figure. Kijk, Kaat, goed zo. Oké, volgende. Vierde. Eerst hadden we natuurlijk gepasseerd. Slecht in. Oh, kijk. Rosie! Oh, je staat meteen bovenaan. 22. Kaat heeft 18 punten en Iris heeft 17 punten. Oké. Oh ja, jullie kunnen natuurlijk ook nog cijfers geven. Dat vergeet ik helemaal. Nou ja, we gaan door. Doen we een volgende keer. Ik heb net ook geen cijfers gekregen, natuurlijk. 22 ook nog. Ja, Rosie Forever 22 natuurlijk. Oké, door. Oh, makkelijk. Dit. Kijk, Sven. Hoppatee. Sven net iets sneller dan Rosie net. Sven staat nu bovenaan met 23 punten. Ja, drop nog even cijfers. Kijk, ik zie ook al dat mensen hadden gezegd gezicht, hand, cirkel, rond. Ja, zo begin ik ook altijd. Oké, en dan gaan we door naar de volgende. Nou ja, zeg Star, is de 4. Bedankt, hè. Oeh. Ja. Kak. Hoe teken je dit? Dat moet ik even googlen hoor. Ik weet wat het is. Ik heb het wel eens. Oh, ik zat in de buurt. Oké, ik was goed bezig. Wacht, ik maak het wel even duidelijker. Zo. Oeh, tiramisu. Ja, ik wou net de Italiaanse vlag erbij tekenen. Katia, heel duidelijk.
Ik denk, ja, tiramisu, ik weet wat het is. Ik heb het wel eens gegeten. Hoe teken je dat? Dat dacht ik echt. Oké, volgende. Oh, Roos, je hebt dus nu weer punten. Staat nu eerste met 38 punten. Nee, als ik een taart had getekend, had ik er een vorkje bij gedaan. Oké, volgende. Ja. Die dus niet. Dit is zo cliché, jongens. Neem dit niet, vat het niet persoonlijk op. Ja, kijk. Sven snapt hem. Ik heb ook littekens in mijn gezicht en dat soort dingen. Maar ik denk, ik moet een onderscheid maken tussen mooi en lelijk. Dus ik heb het op die manier gedaan. En Sven staat nu weer bovenaan. Heeft nu 41 punten. Oké, volgende. Oké. Nou, daar was Sven alweer. Poort, inderdaad. Nou gaat die dikke kop met 62 punten. Ik zat echt te denken met poort. Ga ik dan echt zo'n poort doen als in tussen huis in en tuinen? Of ga ik zo'n... Toen dacht ik, dit is makkelijker tekenen. Volgende. De ene laatste. Oh, nee. Oké. Ik ga even nu niks zeggen. Oeh, kijk, Iris snapt hem. Hey. Ik dacht, ik ga poppetjes maken met allemaal een spreekwolkje en dan verschillende vlaggen. Zodat je kan zien welke taal ze spreken. Roosje zegt, slim, dankjewel. Oké, laatste ja, laatste. Oh, makkie makkie. Oh, dit was heel lelijk. Oké. Ja, en Sven was weer snel. Volgens mij heeft Sven het minste streamvertraging. Want ik zie direct daarna ook al Rosie, Iris, Miss Divi, Kaat, Lizzie. Oh ja, Lizzie zegt plant, maar de rest zegt allemaal cactus. Ja, dit was de laatste. Sven staat nu bovenaan met 84 punten. En Rosie 38, Iris heeft er 37 en Kaat heeft er 18. Ta-da. Nou, dit is dus het scorebord voor deze keer. Maar hij, dat heb ik dus gezien bij andere streamers, hij onthoudt dit dus voor een volgende keer. Dus als ik dit in een andere keer weer ga spelen, kan je dus kijken of je dan in het totale scorebord een keer hoger kan komen door iemand die er al in zit. En Soul Soul Shadow. Dan gaan we Mario Kart opstarten. Dus iedereen die zin heeft om mee te doen met Mario Kart, pak je Switch erbij. Zo handige streamdeck. Ik hoef alleen maar op knopjes te drukken. Goedemiddag, Krutje. Welkom. Welkom bij de 100ste stream. Reut moet studeren. Oh, succes. Met dit weer, succes. Echt. Respect. Oké, Mario Kart. Bliepum. Roos zegt, ik ga hem pakken. Het kan even duren. Nou, ik moet eerst nog het toernooi aanmaken. En even kijken hoor, want ik weet dat Sharon zou eigenlijk meedoen met, hoe heet het, Among Us. En Bianca ook. Ik ga in ieder geval in call. Als Sharon en Bianca dat ook willen, je mag erbij. Het toernooi, een toernooi maken. Ik zie Roos hier maar opstarten. Sven moet ook verder leren. Jeetje, 7 toetsen en een herkansing. Succes. Echt, allebei. Heel veel succes. Bianca zegt nee, met karten doe ik dat liever niet, want daar heb ik al lastig genoeg mee. En Sharon, wil Sharon in call? Of zit ze stiekem al in call? Dat kan natuurlijk ook. Ja, Sharon zit al in call. Sharon, ik ga unmuten. Hallo. Welkom. Dank je.
Kies een symbool. We hebben zeker niks. Oh ja, we hebben vast wel iets met een 100. Verkeersbord of zo toch? Kijk, je hebt hier staat een 100 op. Ja, nou, dat is de enige. Het wordt die. Maar we gaan wel 150 cc doen, maar er staat een 100 op. Dus ik wil gewoon die. Ja, laten we dat maar aanstaan. Zullen we 12 doen? 12 races? Ja hoor. Ja? Is er trouwens iemand in chat die zegt, oh, ik vind het ook wel leuk om mee te racen in call. Het is wel de bedoeling dat je dan ook mee race. Code komt nu in beeld, dus dan kan je joinen. Sven doet dit keer niet mee, dan kan ik met Splatoon lekker wel meespelen. Ah, dat is goed. En Lizzie wil in call. Zal ik de rol geven? Ja, wil jij dat doen? Nou, Lizzie, dan zie je zo meteen het spraakkanaal verschijnen. Dan kan je erbij. Ze heeft hem al gekregen. Oké. Roosje zegt normaal wel, maar er zijn kindjes hier, dus misschien een andere keer. Ja, dat incident hebben we de vorige keer met Mario Kart al gehad. En Lizzie gaat even de oortjes halen. En Sven, je krijgt complimenten van Sven. Die zegt, top motje, ja, die Sharon. Dankjewel, Sven. En Simpel mag van zijn vader een nieuwe pakket van de Sims kopen. Hoekenbanken. Ja, ga je voor interieurdesigner? Omdat natuurlijk volgende maand komt landelijk leven. Ik denk, wat is die naam ook alweer? Ze komen met zoveel pakketten uit de laatste tijd dat die namen blijven niet plakken in mijn hoofd. En Yves zegt, nieuwe achtergrond. Nou, het is dezelfde achtergrond. Alleen normaal zag je alleen dit stukje. En nu zie je mijn hele woonkamer. Maar wel een nieuw Polaroid randje eromheen. Dus die is nieuw. En... tada! Nieuwe camscène. Yves zegt, vet, dankjewel. Ik dacht, stream 100 moet een beetje feestelijk doen. Hè? Dus we gaan spelletjes doen met kijkers. Ik heb net al een giveaway gedaan. Ook natuurlijk een beetje een upgrade voor mijn stream zelf. Het is de 100ste, dus nu een nieuwe layout. Dat was wel raar hoor, toen ik van de week in de 99ste stream had gedaan, dat ik klaar was. Dat ik dacht, ja, nu is deze layout weg. Soort van, want de komende 6 maanden zie je hem nog op YouTube verschijnen. Voor de mensen trouwens die heel erg houden van kerst. Kijk, het is nu 13 juni 2021. Ik loop 6 maanden achter met het uploaden van mijn streams op YouTube. Dus morgen komt de kerstboomoptuigstream op YouTube. Volgend weekend komt Ho 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 op YouTube. En ergens eind van deze maand of begin juli komt de speelgoeddag van Animal Crossing, die stream op YouTube. Dus voor mensen die houden van kerst, je kan deze zomer ook gewoon genieten van kerst op mijn YouTube kanaal. Ik ga het zeggen, gefeliciteerd met de 100ste, dankjewel. Kijk, Lizzie is er ook al. Hallo Lizzie. Hallo. Sharon, ben jij er ook al klaar voor? Ja hoor, ik ben er al helemaal klaar voor. Bianca is nog wel even drinken pakken. Chat, is chat er klaar voor? Dan gaan we naar 100. Ik zie Bianca al yes zeggen. Oké, ik klik. Ja, ik vind mijn pauzescherm heel tof. Ik had eerst natuurlijk ook de chat in mijn pauzescherm. Maar ja, de chat knip ik, of de pauzescherm knip ik er altijd uit voor YouTube. Dus dacht ik, ja, dan doet het er niet toe. Thanks, Mike. Ik heb er iets harder gezet. Oké. Klik hem maar in 3, 2, 1. Ja. Ik race eigenlijk altijd hetzelfde. Ik zou wel eens een keer wat andere dingen moeten uitproberen. Maar komt wel een andere keer. Ik ben alleen. Helemaal alleen. Zit helemaal in een andere lobby. Zit je in een andere lobby? Ja. En Rosie, Lizzie en Bianca zitten bij mij. Oh, nou, dan ja, weet je zeker dat je terug wil gaan? Ja, oké. Rosie zegt ook, ik zie ook een heleboel, maar niet Kim. Ben ik nog op tijd? Nee, ik denk het net niet. Ah nee, ik ben aan het toekijken. Moet ik aan het toekijken op mijn eigen stream? Kijk, Sharon, Lizzie, Rosie en Bianca. Rosie zegt, nou de 12e plek is alvast voor mij. Hey, jij loopt één race voor. Oh, ik hoef niet de drakendreef te rijden. Dat vind ik wel fijn. En waarom gebeurt er nu niks? Krijg je nou communicatiefout? Oh, nee, daar gaat hij. Ik schrok. Hij bleef hangen, muziek stopte. Nu zit ik erbij. Oh, dat is echt stuur. Oh. Oh, dit vind ik wel grappig. We zijn nu allebei... alle drie met een paars pakje en bruin haar. Ja. De paarse pakje zit in kal. Mm-hmm. Team paars zit in kal. Denk Sven. Bianca zegt, het is maar beter dat ik niet in kal zit, want dan word je waarschijnlijk geband door mijn gevloek. Oei. Ja, maar die... Bianca. Ja? Ik vloek ook wat hoor. Maar ik moet me ook echt inhouden. Nou mag ik eindelijk meerijden. Oké, daar gaan we. Het is een mooie baan om in te komen voor mij. Wee!
Haha, geen cadeautje voor Sharon. Oh, jawel hoor. Oh, ik zag er geen één verdwijnen. Nee, dat komt omdat ik tussen die twee doorga dan. Oh. Oh, dit... Noep, ik ben noep. Hoe? Ik hoor mezelf trouwens ergens terug. Bij mij of bij Lizzie? Ja, dat kan ik nu niet zien. Ja, ik zie het ook niet. Oh, leg hier veel muntjes. Sven! Dat hoeft nu niet zo te zijn. Ik heb het tegenwoordig best wel onder controle hoor. Onder controle, alsof het een verslaving is. Nee, maar het gaat nog wel eens mis. Maar niet vaak meer. Oh, kak, ik sprong te laat. Ik race zo dicht naast je. Ik denk, oh, ik word ook gepakt. Ik ben geen eens gepakt. Ik werd eerst door een rood schild gepakt. Oh, daar heb je een mazzel mee. Want het kwam dus een blauw schild. Ja, dat zag ik. Maar ik had ook zo'n toeter. Zo, hoezo haal jij mij opeens in? Oh, wat is dit? Ik zat in jouw wind. Ja, daar zat ik in jouw... Als je rijdt, dan komt er een wind en dan kan je versnellen. Ja, dat, aan de ene kant vind ik dat heel chill, maar het komt altijd op een onverwachts moment. En ook vaak wanneer het niet uitkomt. En dat je dan vervolgens uit de bocht vliegt of zelfs van de baan vliegt. Of... Ja. Zo irritant. Kak, het was te laat. Eerste. Oh nee, 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 ik verpruts het. Ik verpruts het zo hard op het eind. Nee! Oh, wie was dat? Wie haalt mij een computer? Dat maakt het nog erger. Nee, nee. Ik word letterlijk 2 centimeter voor de finish ingehaald door de computer. Oh nee, Sven komt meedoen. En Lars is er. Oh god. Nou, dan kan je de eerste positie wel vergeten. Ja. Hoe ging het bij jou, Lizzie? Tweede. Ja. Je mag zeker meedoen, Lars. Uitroepteken code in de chat. We gaan pas, voor mij is het de tweede toernooi, voor sommigen is het een derde. Oh, doet hij het niet? Kak, 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 kak. Kak, kak. Sorry, nog een keer. Nu doet hij het wel. Sorry, hij stond nog uit. Sorry. Hij toch teken code nog een keer. En ik heb ook een valse... Dit is mijn straf. Valse start. Ik denk heel leuk eens een keer mee te kunnen doen voor de winst. Hm? Ik denk heel leuk mee te doen voor de winst, komt Lars. Ja. Oeh, ik heb iemand geraakt. Ik weet niet wie. Zij zegt, ik heb heel lang niet gespeeld hoor. Heb ik wat weekend niet gespeeld nog? Was je daar niet bij? Zo. Ik hoor echt in mijn rechteroor vuurwerk. Oh, kak. Dat was zonde. Ik zag die banaan pas toen ik hem al had afgeschoten.
En nou word ik er zelf doorheen gepakt. Nee! Dat deed ik eigen koekje van deeg, toch? Deed mijn eigen koekje van deeg. Doe maar zo. Waarschijnlijk knal je me straks echt gewoon om. Keihard op verder, komt hij al. Oh, fuck. Sorry! Ik ga de mond de verkeerde kant op. Oh, god. Nou, dat was zonde, die had naar achteren. Ik gooi zo echt die baan af ook en ik... Nee! Die was voor jou bedoeld. Lars heeft gisteren en eergisteren nog gespeeld. En Linia die heeft een drankje gedaan bij het strand. Die gaat nu naar huis. Sven zegt tegen Rosie, als je 3 rode schilden hebt, is het handig om even te wachten tussen dat je ze gooit. Anders raakt hij de tegenstander maar 1 keer. Omdat hij daarna heel even niet geraakt kan worden. Oh. Dus gooien, wachten. Rosie, alles moet weg. Rosie wil de goede beloningen. Kijk Sharon daar staan met Krooi. Geniet er nog maar van, want die ben je straks kwijt. Dat weet ik. Ik geniet er nog heel erg van. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen maniertjes, hè. Waar je, net als dat iedereen met verschillende auto's of motors rijdt, het is vooral wat je in de vingers hebt. Ja. Vooral, ik rijd in zo'n klein beestje en dat vind ik erg fijn. Ja. Je moet me niet terugzetten op een motor. Ik had altijd op de weer die auto met die wieltjes, Hotwing of zo heette die. Ja, daar reed ik zo goed mee. Ga weg jij. Flutbeloning. Ik wil geen muntjes. Ja. Ja, Sven, die wilde ik pakken. Wat gebeurt er daar achter mij? Een bom. Oh. Een bom waar ik heel leuk intrapte. Oké, nu krijg je hem terug. Oh, kak, te laat. Mijn chumps gaan niet zo lekker vandaag. Oh, nu wel. Ah, dat is stom! Nee! Dat was echt zonde. Ik schoot een rood schild af, maar hij knalde tegen die gouden ding aan in plaats van naar Sven toe. Ik zag wel Sven vallen trouwens. Dit was ook dom. Nee! Thanks Lars. Of iemand anders. Nou! Krijg ik nu alles? Wat is dit? Nee! Ik precies wanneer ik spring, hè? Nee, wat is dit? Ja, die is niet voor mij, doei. Ik ben zo in concentratie, man. En ik pak ook nog even de banaan vlak voor de finish. En Sven prutsen het aan het einde helemaal. Maar hoe ben je geworden? Tweede dan of zo? Ja, hij is tweede. Ja, hij is tweede. Wat dan voor prutsen? En Linia zegt, motor altijd is sneller. Linia, het gaat niet alleen om wat sneller is, maar wat je het beste onder controle hebt.
Ik ben helemaal ingespeeld op dit kartautootje. Als ik nu op een motor ga, dan ga ik de baan af en de baan af en de baan af. Oh, Rosie knalt de afgrond in recht voor de finish. En Bianca zegt, als ik dit speel, vraag ik me af hoe ik mijn rijbewijs ooit heb kunnen halen. Sven zegt, ik had Lars nog makkelijk in kunnen halen als ik geen fouten maakte. En Lars kreeg zelfs nog een blauw schild net voor het einde. Nee, Sharon. Waarom kies je de muziekbaan? Omdat ik weet dat iedereen daar een hekel aan heeft. Gelukkig net niet. En ik vind de muziekbaan altijd wel leuk. Communicatiepad. Wat zeg je, Lizzie? Ik heb een communicatiepad. Oh nee! Dan moet je snel weer proberen de... Nou ja, niet snel, want we zijn nu natuurlijk aan het racen. Maar weer kijken of je bij de volgende mee kan. Ik loop er toch één achter. Jij liep er één voor, dus dan loop je daar dan gelijk met mij. Die was dom. Aan de kant, Sven. Ja, hallo, die wilde ik pakken, Sven. Aan de kant, Kim, daar houden we ook niet van. En nu halen jullie hem allebei in. Ja, goed toch? Nee, laten we dat maar niet doen. Oh! Nee, nee! Oh. Trap je nu in je eigen skill? Ik trapte er niet in. Ik gooide hem naar jou, maar jij ontwijkte hem op een haar na. En toen kaatste hij tegen een muurtje terug en toen kreeg ik hem op me. Dat was echt gemeen. Dat is leuk. Nee, dat is niet leuk. Dat is wel leuk. Echt, ik zie niks krasant in met dat donkere thema. Oh, ik zie het niet meer. Ik zie het niet meer. Oh, vind hoe ik... Heb jij dat... Ik heb een zwart dingetje gekregen. Ik kreeg inkt. Ja, die heb ik niet. Laat ik even pauze. Even kijken wat er in de chat staat. Oh, Linia gebruikt altijd de motor. Ja, als je dat gewend ik bent... Zie wel aankomen. En als je dat in de vingers hebt, dan is het prima. Maar ik heb dat dus niet. Ik rij heel graag met deze. Ik wil wel in de toekomst ook andere gaan proberen. Ik heb wel een keer een motor geprobeerd, maar het, daar rijd ik niet zo goed mee. Nou! Jeetje, 3 keer achter elkaar, jongens. Nee! Ik had net de beloning gepakt. Omdat ik mijn boost had gebruikt. Sven, die haalde op het laatste moment in. Oh, triest dit. Triest dit. Ik had een boost. Ik had meerdere boosts. En ik had ze gebruikt, waardoor ik sneller bij het cadeautje was. Als ik dat niet had gedaan, dan was die bliksem voor het cadeautje gekomen. Dan had ik nog iets kunnen pakken. Oh. Animal Crossing baan is ook zo leuk. Ja, ik vind die echt leuk. Oeh. Voor welke ga ik? Ik ga een keertje voor die. Die klik ik bijna nooit aan. Sven stond 10 seconden stil. Lukt het je nog om er weer in te komen, Lizzie? Nee, ik kom altijd in een andere lobby. Oh. Ja, wij gaan nu weer racen. Als we tegen de. Als, ja, als we zo langzamerhand over de finish komen, dan moet je kijken of je er weer in kan komen. Oké. Ja, Sven zegt ook via vrienden. Ik weet niet of je vrienden bent met iemand die nu meereest. Nee.
ho. Noep naar noep naar noep actie dit. Stom is, ik kies deze baan bijna nooit, maar ik vind hem wel leuk. Het is ook heel vaak omdat ik het plaatje dan niet herken van wat hij is. Hahaha, ik heb een ster. Niet aardig, ik was aan het vliegen. De muziekje ook, hè? Oh, in ieder geval heb ik in mijn eigen vuurballen. Haha. Nee! Ik dacht het even niet, hè? Nou! Langs en ik rijd er alsnog op. Voor de andere kant op driften. Nee, niet die kogel. Oké. Ik ben over de finish. Als vierde. Ja, Rob Liksen. Kijk ook waar Sven en Lars rijden. Jeetje. Die zijn al ver de hoek om. Ja, joh. Oké, Lizzie, je moet even kijken of je nu kan proberen om er weer in te komen. Oké. Lars, die dubbele blok had je nooit moeten pakken. Boerenland! Boerenland. Ik wacht nog even of het lukt met Lizzie. Yeah. Kom je erin? Nee, ik kom steeds in een andere lobby. Ah, ja, ik weet niet of het dan nog gaat lukken. Rosie weer vijfde. Nou, dat zou worden, hè? Bianca zegt wel stabiel. Ja, als je elke keer vijfde wordt, dan kom je natuurlijk wel een beetje in de middenmoot in het klassement. En als je één keer heel hoog eindigt en daarna alleen maar de prut, dan schiet het natuurlijk ook niet omhoog. Nee. Ja, ik hoor mezelf nog steeds ergens. Niet bij mij. Ik heb net gekeken. Ik ben te ver om iemand te raken. Oh nee, niet. Sorry, Bianca. In het begin lukt het me nog wel om Mars. Nee! Dit is zo dom. Ik weet niet wat je wilde zeggen, Sharon, maar ik reed over mijn eigen banaan. In het begin lukt het me nog. Ik
ga wel zeggen, nu zeggen, in het begin lukt me nog wel om Lars en Sven bij te houden, maar op een gegeven moment lukt het niet meer. Ik had in de eerste ronde ergens een banaan neergelegd en de tweede ronde reik ik gewoon overheen omdat ik die dubbele cadeautjes wilde hebben. Zo stom. Oh, ik zie Lars, ik zie Sven, ik zie Sven. Zo, ik zag een bom afgaan. Oké, laat ik hem nou één keer goed doen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Nee, tuurlijk niet. Derde. Jammer. Jij bent al over de finish. Ja? Oh, Sven zegt tegen Lizzie... Oh, Lizzie heeft het gezien. Ik zie Lizzie antwoorden in de chat. Sven zegt, voeg mij maar toe op de switch. Ja, dan kan je via Sven kan je dan joinen. Die. Ah, oh, ik twijfel. Er is één van die drie banen die ik heel irritant vind. Nee! Sharon. Welke vind jij irritant? Die met die vis. Oh, die vind ik juist leuk. Oh, we gaan de Zelda-baan doen. Dat was een slechte start, Sven. Ik zit er weer op in. Yay! Thank Sven! Toppertje Sven! Hartjes in de chat voor Sven! Oh. Nou! Die wou ik bijhouden. Nee. Dat was mijn eigen groene schild, volgens mij. Volgens mij kan je van deze stream alleen al zat clipjes maken hoe ik word geraakt door mijn eigen banaan en door mijn eigen schild. En hoe vaak ik tegen de muur aanknal. Het is ook veel meer... Ja, hallo. Godzal. Ik ben wel blij dat ik de computer niet op moeilijk heb gezet. Jeetje. Ik wilde afsnijden op het gras, maar de computer blokkeerde me weg, waardoor ik tegen het hek aanknalde. Zo slecht. Zo slecht. Oh, nee, niet hier. Geen ronde. Ik hoor mezelf. Ik hoor jou ook twee keer. Lizzie, klop je audio instellingen, want we horen echo. Nee. Wat toch met die rot? Nu kan Lars me inhalen. Nee! Oh, er lagen drie rode schilden naast elkaar. Je kon niet ontwijken. Ja, dat waren mijn rode schilden. Ja, godzakken zeg. Ik doe het niks en ben verloren. Ja, maar ze lagen op een rijtje naast elkaar, hè? Dus ik kon er niet langs zonder ze niet te raken. Nou, ik ben weer derde. Weer vijfde. Ja, Sven, ik weet dat je eerste was. Rosie zegt zesde, om te compenseren van de vierde plek van net. Oh, ik weet al welke jij gaat kiezen. Ja, sorry. Rosie en Sven, oh nee. Nee, Lizzie is veel aardiger. Ja.
Ik kies de baan waar ik goed in ben. Bianca zegt eeuwig laatste, ook best stabiel dus. En Star vraagt wanneer we Splatoon gaan spelen als dit toernooi klaar is. Nu is Mario Kart, straks is Splatoon. Oh, het is hem nog geworden ook. Niet leuk dit. Nou. Gelukkig is dit niet de ergste. Die ene die heel lang is, hè? Ja. Mm-hmm. Oh nee. Oh, wacht. Het staat eerste Kim. Nu tweede. Nou, volgens mij stond staat ik. Ook voor mij. Ja, maar volgens mij stond ik net eerste, want iemand voor mij was onzichtbaar. Ik dacht altijd dat het gewoon wel klopte dan, je rang. Dat ook al is iemand onzichtbaar en rijdt voor je, dat ik dan gewoon tweede sta. Nee! Lars! Sjoemeeuwen! Treintje, treintje. Dan heb ik dit een paar dingen geraakt en dan werd meteen door iedereen weer ingehaald, hè. Dan gingen ze... Oh, en dan mis ik... Sven pakt ook nog de cadeautjes voor mijn neus. Nee! Lissie! Oh, god. En ik deed het nog best goed en dan word ik zevende. Wat is dit? Oh... Annette komt even gauw gedag zeggen en veel plezier wensen met de stream. Dankjewel, Annette! En Lars zegt, oeh, met Splatoon wil ik ook wel meedoen, oh jee. Oh no. Ik wou mijn nacht al wassen. Hm? Ik ga even wat te drinken halen. Oké. Okay. Ik weet niet welke ik moet kiezen. Ik kies die. Oeh, lekker verdeeld. Alles twee keer gekozen? Oh, de metro is drie keer gekozen. En het wordt een waterbaan. Bianca zegt, ik zou er bijna de regenboog van gaan haten. Roos zegt, ik ga bij die regenboogbaan relatief weinig de afgrond in. Ja, deze vind ik het minst erg. Die andere vind ik erger. Vooral die ene met die schotel. Die vind ik het vreselijkst. Sorry, Roos. Sorry, Sven. Of Lars. Wie was dat? Ik weet niet meer wie het was. Iemand reed voor me. Oh, dit was prut. Lars, denk ik. Een ster en ik heb niks.
triest dit hoor. Rosie, heb ook een ster? Nee. Lars! Nou, ik weet dat jij dus ergens voor me rijdt nu. Rosie gehaald. Star zegt, volgens mij hoor ik alleen maar nee. Rosie zegt vierde, dus dan word ik zo meteen weer zesde. Ja, Sven, doe maar zo. Doe maar zo. Komt ie aan hoor. Ik heb jullie het hele potje niet gezien. Oh nee, kak, dit is die andere baan. Ik haal hem in de war met Yoshi's Vallei. Oh, Lars zegt, omdat mijn drie rode schilden werden afgepakt, kon ik Sven niet vol raken. Dat is lekker voor je. Je raakte mij al drie keer. Ja, zijn we daar? Daar gaan we. Sven zegt, moest even naar beneden, maar ben net op tijd. Oh, fuck, ik zit chat te lezen en ik mis gewoon. En de bocht en de cadeautjes. Weer geen cadeautjes. Nee. Sharon zit in de volle focus en Lizzie volgens mij ook. Ja. Ja, ik heb cadeautjes. Ik heb niet blij als cadeautjes. Sven, nee, dat is niet grappig. Dan word ik weer ongepakt. Ja. Nee, haal die rode schilder alstublieft. Ik heb altijd bij deze bocht dat ik die vangrail pak als je uit die tunnel komt. Nee! Oh nee! Dit was zo stom. Als ik de bocht uit was, wilde ik op mijn ster klikken. Nee! Dankjewel, Kim. Dat je ze voor me geruimd hebt. Elke keer als die rode schilder ergens gedropt worden, omdat iemand door die ster geraakt wordt, dan liggen ze allemaal zo verspreid over die weg dat het moeilijk is om ze te ontwijken. Wat ik wel een beetje jammer vind, dat als je dan de blauwe schild krijgt en je staat ergens vijfde, zoals ik nu, of zelfs laatste soms, als je hem krijgt, dat je dan niet die impact kan zien. Misschien is dat een beetje leedvermaak of zo. Ik hoor wat. Hey, Lizzie! Nee! Oh, nou het gaat lekker vandaag, jongens. Oh, derde. Ja hoor, jij bent al over de finish. Ja joh. Ik probeer de zwem nog in te halen. En Rosie heeft een voorspellende gave, want die is dus inderdaad 60 geworden. Rosie, ik zou naar het casino gaan. Hoe dan? Ja.
die vind ik niks. Die vind ik niks. Dus gewoon naar die. Hier. Doe rustig aan. Sven zegt speciaal voor Kim nog een keer de drakendreef. Nee. Hoeft niet. Ik vind niet erg dat ik hem gemist heb. Hoeft niet. Ja. Nee. Oh, Roosie zegt in het Engels is het go easy on me. Oh. Ja, hier is het dat je tegen de anderen zegt, ja, doe me rustig aan, jongens. Nee! Och. Nou, dat is de eerste keer in het gat in. Ik heb gewoon ook 10 muntjes bij elkaar. Ja, doe maar zo. Ik heb er nog geen één. En ik word geraakt, dankzij Rosie. Nee! Nou, het enige voordeel van die inktvlekken is best wel klein, dus het weer meer gezichtsveld. Het is niet zo moeilijk om dingen dan niet te raken. Weer bliksem. En een blauw schild. Ja. En de energy dingers. De energy dingers. De blikseminslag. Ik ben niet goed in Engels, maar dat weet ik dan nou net niet in het Nederlands. Nou, druk elke keer die ster als ik het nummer heb gewoon meteen in, want voor het weten heb je bliksem ben ik hem weer kwijt. Nee. Tweede. Echt, jij bent al over de finish. Ja, maar Sven en ik waren echt tegen elkaar aan het racen gewoon. Zesde. En Rosie is weer vijfde. Hey Jill! Oh, Rosie is vierde! Oeh! Lizzie is vijfde. Oeh. Jill zegt, wat een leuke nieuwe layout. Dankjewel! Ik ben klaar. Jee. Ja, een aantal van jullie schieten ik sta nu nog eerst, maar ik vrees het ergste. Als Lars nog één ronde wint, dan is het me voorbij. Ja, wat wil je? Wat moet je? Zeg het eens, Omri. Wat vind jij van de nieuwe layout? Maar als je hier gaat staan, dan kunnen ze je niet meer zien. Ja, goed zo. Als je daar gaat staan, kunnen ze je wel zien. Nog net op het hoekje zo. Daar. Op het randje. Oké, voor mij is dit de laatste. Oh. Kom op, Kim. Ja, ik vind op zich deze baan niet zo heel erg verschrikkelijk. Wegdoen.
dit is wel een lastige baan om tussendoor even te denken, oh, laat ik de chat lezen. Oh, Lars heeft communicatiefout. Echt? Ja. Oh, ja, jij kan nu de chat voor mij lezen. Ja. Sven rijdt de eerste. Nee, ik ben normaal dit stuk niet steeds zo slecht. Oh, en ik zat er zo lekker in. Scheid Sven met je bom. Nou Lars, Sven zit er ook nog in en die kan me ook nog inhalen. Dus ik heb nog niet per se gewonnen helaas. Ja, en ik zie dat Lars wel gewoon meerijdt in dit... in het potje, dus dat is wel apart. Oh! En toen waren we allemaal heel klein. En... jump. Ik zit zo dicht op. Oh, nee. Oeh, zo dichtbij. Ik zat zo vlak achter je, Sven. Ik denk, misschien haal ik het nog, maar net niet. En al had ik het wel gehaald, dan was ik met jou samen gepakt door dat blauwe schild. En dan was de derde persoon de eerste geworden. Oh, wow. Lurkse Jill. Jeetje, Mina. Oké, ja, ik weet dat nog niet iedereen klaar is met racen. Want ik weet dat Lissy loopt er een paar achter. En Lars en Sven zijn later ingestapt. Maar Sharon is bij mij eerste. Yes. Maar het scheelt maar 9 punten met Sven. Dus zodra Sven die volgende race zit, dan zit hij boven je. En heeft hij gewonnen. En Lars heb 124, dus het is ook weinig verschil. Ik ben vierde met... Nee, kijk eens naar mijn score, jongens. Het moest gewoon zo zijn. Het is mijn 100ste stream en kijk eens hoeveel punten ik heb. Dit is toch briljant? Een hele perfecte score noemen we dat. 100 punten voor de 100ste stream. Rosie 85 punten, Lizzie 55 punten en Bianca 51 punten. Ja, zeker een mooie score. Hier ben ik heel trots op. Toevallig bijna toe te... Ja, rigged. Dat denk ik dus ook, Sven. Nou, Sharon en Lizzie, bedankt voor het meeracing call. En, was weet... gezellig. Ja, was gezellig. Wie weet tot zo de chat. Tot zo. Nou, ik ga en ik was Animal Crossing. Dat heb ik al heel lang niet meer gespeeld. Mario Kart afsluiten. En dan is het weer tijd voor een giveaway. V-streampje, dus een giveaway. Dus ja, check allemaal je saldo-command maar weer. En dit is een giveaway voor de simmers onder ons. Kijk, Sharon zegt, daar ben ik weer. Ik heb het er warm van het racen. Ja, want er is natuurlijk laatst een gamepack uitgekomen. De Sims 4 Interieur Designer. En ik heb 1 Origin code. Dus als je op de console speelt, helaas. Ik krijg altijd origin codes om weg te geven. Ik heb dus 1 origin code namens EA Game Changers. Dus volgens mij was het deze. Ja, deze giveaway is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. EA, dank jullie wel voor de code. Ik mag even jullie dus blij gaan maken met de Sims 4 Interieur Designer. Oh, Mijke zegt net vanochtend gekocht. Dat is wel heel stom. Maar ze wenst wel iedereen succes. En Miss Divi zegt ook succes allemaal. Ik heb hem ook al. Jill zegt spannend. Ja, dus als je je saldo hebt gecheckt. Zometeen ga ik de giveaway starten. Dan is het uitroepteken inzet spatie. En een getal van minstens 1 maximaal 100. Maar als je bijvoorbeeld minder dan 100 hebt. Zoals Savannah. Die heeft de 11. Dan kan je niet meer inzetten dan je hebt. Dus als de melding in de chat komt. Hij loopt 2 minuutjes. Dan mag je gaan inzetten. Ja, daar is die. De giveaway de Sims 4 Interieur Designer. Een Origin activatiecode. Dus echt Origin. Geen Steam, geen PlayStation, geen Xbox. Echt Origin. Kijk, ik zie al een aantal mensen die mee gaan doen. Sven zegt twijfels. Ik speel bijna geen Sims meer. Dat doet hij eentje.
Ja, gaat dat nieuwe pakket er geen verandering in brengen? Ik moet zeggen, dat landelijk leven ziet er wel echt heel tof uit. En die nieuwe wereld, echt die Sprokers vibe. Ik denk dat dat wel weer een reden voor mij is om lekker veel Sims te gaan spelen. Kijk, heel veel mensen doen mee in de giveaway. En Sharon zegt, ik speel de Sims de laatste tijd dus juist weer wat meer. Ja, bij mij is het altijd een beetje wisselend. Op stream is het natuurlijk verschillende dingen. De ene keer is de 100 baby challenge en de andere keer zoals nu Mario Kart en Splatoon zometeen. En op YouTube is het, de video's zijn eigenlijk altijd Sims video's. En Savanne vraagt, hoe kom je aan die muntjes? Die muntjes die krijg je door te kijken. Dus als je streams kijkt, dan krijg je die muntjes vanzelf bijgeschreven. Dus hoe vaker je kijkt, hoe hoger je muntjes zijn. Maar ja, als je ze nu uitgeeft, dan ben je die muntjes nu wel kwijt. Want ik zie bijvoorbeeld, Lianne heeft er nu 30 ingezet. Die is die muntjes dan wel weer kwijt. Dus als je niet wint, krijg je ze niet meer terug. Saldo, Meerte, saldo. Uitroepteken saldo. En Jolijn54, dankjewel voor het volgen. Welkom. Als jij ook de Sims speelt, moet je even uitroepteken saldo in de chat gooien. Epica doet ook niet mee. Die heeft hem al. Ah, oh, de giveaway is gesloten. Maar Meert heeft wel lekker veel muntjes. 342. Ja, dat is wel jammer. Net te laat. Ja, de giveaway is gesloten. Ik ga kijken. Er staan 5 mensen op. Ik zie Sharon. Ik zie voetbalsims, ik zie Sven, ik zie Star Sims en ik zie Lianne. En jullie hebben samen 166 muntjes ingezet. Dus ik ben benieuwd wie daarvan gaat winnen. Sharon zegt heel spannend. Ja, jij bent degene met de meeste muntjes en Sven en Star hebben allebei echt 1 muntje ingezet. Dat is zo grappig. Ik vind het dan ook echt komisch als je dan ook met dat wint, zeg maar. Nou, we gaan het zien. Wie wordt de winnaar van de Sims 4 Interieur Designer? Oh, ik zie het in de chat. Lianne26 heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Jij wint de Sims 4 Interieur Designer. Ik ga na de stream in Origin contact met je opnemen. En dan krijg je de code van me. En dan kan je hem installeren. Gefeliciteerd. Wie wilt er meedoen met Splatoon? Ik ga wel eerst even via toernooi. Dat ik even kan levelen. Want ik heb natuurlijk niet iedereen als vrienden. Maar wie weet. Want ik weet dat ik bijvoorbeeld Sharon wel als vriend heb. En Rosie. En dan kan je eventueel ook nog via Sharon of Rosie erbij. En Rosie zegt, ik kan eventueel meedoen, maar ik ben echt slecht. Joh, maakt toch niet uit. Is toch leuk? Ja, ik ga eerst via toernooi. Wie heeft er Splatoon, is vrienden met mij en vindt het leuk om mee te doen in Cal. Oh, Bianca, thanks nog voor het clipje. 100 punten voor de 100ste stream. Die vind ik heel leuk. Je kan er zo meteen gewoon op mij klikken, ja. Rosie heeft net de allernet... Het eerste potje gedaan. Sharon, je mag zeker terugkomen. Sven zegt, ik vind het wel leuk. Alleen denk ik niet dat ik het einde kan blijven. Geef toch niet. En dan ga je weg wanneer je eruit moet. Ik heb je niet als vriend, maar heb sowieso wel iemand die met je meedoet. Kijk, dan kan je via die manier erin. En Lizzie mag zeker ook meespelen. Maar Sharon, kom maar weer in call. Dan ga ik ondertussen naar de lobby. Oké, ik ga dan zometeen standaard gevecht aanklikken. Degene die met mij bevriend zijn, je kan bij vrienden zometeen op mijn naam klikken. En Rosie doet dus mee. Sharon doet dus mee. En Sven doet waarschijnlijk ook mee. Ja, dan moet je maar even kijken of je via hun er dan bij gaat kunnen komen. Moet je wel even opletten, Lizzie, dat er geen echo is. Want ik hoorde soms mezelf terug. Dan is het prima. Want dit wordt veel meer praten dan met Mario Kart. Maar zeg sorry als ik iets te veel kill. Oh jee. Oké, ik zit dus nu in een potje. En dan kunnen jullie er zo meteen bij mij bij gaan komen. Oh, de fishy kids. Dankjewel voor 43 bitjes. Ik ben blauw. Gaan we roze killen. Oké. Okay. Oh god. Ken ik deze? Waar moet ik heen? Kan ik er daar af? Ja, oké. Okay. Ik ken deze hele baan niet, jongens. Die andere mensen denken waarschijnlijk dat ik dikke noob ben. Sta ik daar zo van, waar moet ik heen? Ik heb deze baan echt nog nooit gespeeld. Oeh. Nee, nee, nee. Weg. Zo, hier. Lekker je regenbui. Ga je dood. Haha. Sven zegt nog nooit, ik heb deze heel vaak gespeeld. Ik heb deze echt nog nooit gehad. Oh, nee, 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 weg, nee, nee, weg, 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 nee! Oh, we staan wel voor, dat is wel fijn. Ja, de kamer is nu vol, maar met het volgende potje kan die leeg zijn. Of kan er iemand uitstappen, zeg maar.
Zo, je is nog helemaal niet geverfd, joh. Hoppatee. Alsjeblieft. Veel plezier met de regen. Kijk, ik heb blauw, dus dat hoort wel bij regen. Heb ik hier nog ergens iets wat geverfd moet worden? Hoppatee. Laatste minuut gaat in. Zo. Nee! Oh ja, je ziet net. Oh, kan iemand trouwens even Set Games Platoon doen? Een van de mondjes. Ik heb hem vergeten. Ik vind dit niet zo'n leuke baan. Je zit tegen die dingetjes te ontwijken. En ik ben ook een beetje de oriëntatie kwijt. Hahaha, die won ik. Kijk, gaan we dit allemaal weer blauw maken. Kijk, eens net jouw kleuren. Blauw en roze. Oh, ink is op. Nee! Thanks, ik zie het. Oh, hoppa, hoppa, hoppa. Lekker veel blauw. Hey. Oké, ik ga even kijken of er nu iemand... Ik was beste van het team! Even kijken of er iemand bij komt. En als dat niet het geval is, gaan we gewoon lekker vriendentoernooitjes doen. Er is plekje voor één, dus er zou iemand bij kunnen nu. Nee, niet. Ik ga hierna wel een toernooi doen. Dus dan gaan we gewoon een kanaal, een ding aanmaken. Of iemand van de chat kan het al doen. Misschien iemand die alvast klaar zit in de call. Ja, Sharon zegt, is het een idee om in een kamer te gaan zitten? Sharon, zou jij zo'n kamer al willen aanmaken? En iedereen die mee wil doen, mag in call. Dan kom ik er na dit potje aan. Is dit mijn warming up? Vind ik wel een goeie. Paars! Tegen oranje. Hey, Town of Plumbops kleuren. Town of Plumbops kleuren. Ja, dit is niet mijn favoriete baan. Oh, daar hebben we al een oranje. We hebben echt oranje. Ja, alsjeblieft. Nou, daar zitten ze. Oké. Okay. Zitten ze weer op die verhoging hoor. Met hun laserstraaltjes. Ho, 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 ho. Camera af en toe. Gaat lekker. Weg met dat oranje. En dat zeg ik op de eerste EK-dag dat Nederland speelt. Oh, weggezien. Echt, wat is dat joh? Die heeft gewoon zo'n een of andere laser ding. Die daarboven stond. Ik weet niet of die daar nog steeds staat. Moet ik even oppassen. Haha! Oh kak, ik weet. Lekker dan. Oh, volgens mij zit ik in de buurt van hun basis of zo. Jij zit daar maar op te wachten. Ik zie je wel. Ja, jammer. Oh. Oké, ik ga die kant op, want ik zie daar oranje. Oh, laatste minuut is ingegaan.
Ik vind dat zo leuk, liedje. Dag Oranje. Die kant op. Dan ga ik die kant op. Hier omhoog. Die stond gewoon stil. Die stond naar me te kijken. Ik denk, oké, nou dan pak ik je wel. Dat was niet zo moeilijk. Nee! Weer die nik-nik. Maar... goed gedaan. Hoppatee, 46%. Hey. Weer beste van een team. Die onderste heeft nauwelijks wat gedaan. Geen kills, geen speciale tech. Sharon heeft de lobby gemaakt als het goed is. Ik kom in call. Oh, Sharon zit niet meer in call. Oh, de wifi valt steeds weg. Oké, dan zal ik het wel doen. Hier, online lounge, toch? Of niet online? Doe ik het nou? Ik doe het zeker fout, hè? Nee, ik doe het fout. Privégevecht. Zal ik het gewoon zonder code doen? Mensen mogen dan gewoon... Oh, ja, dat komt omdat ik eruit... Oh, sorry, Rosie. Hoe dat zeg maar werkt met een toernooi. Iemand kan in een toernooi gaan en dan kunnen andere mensen via die vrienden joinen. Maar je hebt dan 8 plekken natuurlijk. En als er dan iemand uitstapt, dan kom je in de wachtrij en dan neem jij dat plekje in. En omdat ik er dus nu uit ben gestapt, heb jij mijn plekje ingenomen. En Sharon gaat gewoon lekker toekijken. Oké, ik ga wel alvast in call, want ik zie al dat er 2 zitten. Hallo? Hallo. Oké, zal ik gewoon zonder code doen? Oh, ik hoor mezelf. Bij wie hoor ik mezelf? Ja, Lizzie, ik hoor mezelf weer bij jou. Weer? Ja. Heb je de stream op oordopjes? Ik heb mijn oordopjes uitgedaan. Dat ik mijn oordopjes aan mijn kant heb gezet. Je oordopjes aan je kant? Ik heb mijn oordopjes niet meer aan. Nee, die heb je wel aan? Nee, niet. Oh, niet? Ja, want als je mij via de luidspreker hoort, dan pikt de microfoon het natuurlijk weer op en dan krijgen we een echo. Kan ik iets doen? Ja, of je moet ons heel zacht zetten dan. Dat kan ook, ja. Dan pakt hij hem niet. Oké, we doen gewoon zonder code. Nou, Sven, jij kan via mij erin en dan kan Lizzie via Sven erin. Ja. En Lars kan er volgens mij via Sven erin. Ja. Zit erin. En Lars joint de Discord volgens mij. Hoppatee. Kan Lars ook in call. Denise kan zelf de rol geven en Roosje kan ook zelf de rol geven als ze in call willen. Kijk, we zijn al met 5. Oh ja, nu moet ik dit bepalen, hè? Ja. Oh, ik weet niet wat alles is. Grond ook, SF, denk ik. Die? Torentwisselschappen, strijd, dat zijn proefgevechten. Dus grondoorlog is gewoon volgens mij. Oh, oké. Okay. Kan ik niet ook gewoon willekeurig doen of zo? Nee, denk ik niet. Je kan grondoorlog normaal of grondoorlog... iets anders, wat een SF. En dan heb je meer mappen als je SF doet. Ja. En SF is wel gewoon nog schieten? Waar staat die SF voor? Dat weet ik niet. Geen idee. Oké. Oh, ik kan hier level kiezen, maar ik kan ook gewoon zeggen willekeurig. Ja. Ja.
Ja, heel veel ken ik natuurlijk nog niet. Oh wacht, deze vond ik wel leuk. Dat was Jezus zegt SF is extra mappen. Oh, oké. Okay. Nou, moet ik nog Sven en Lars uit elkaar halen? Je moet er ook eentje op de wissel, want anders heb je 4 tegen 3. Oké, nou, dan beginnen we gewoon bovenaan. Oké, knallen jongens. Veel succes! Wij zitten bij elkaar, Lizzy. Kan ik lekker mijn aardbeidjes eten? Sven, ik ga het inmaken. En dit is wel heel grappig, want nu kan ik van bovenaf aanzien hoe jullie het doen. Nou, dan kies ik zo wel nog een keer deze, want deze wilde ik eigenlijk ook spelen. Oh nee, niet Lars met de roller. Dit is echt grappig om te zien. En Annette zegt, ik denk dat het willekeurig wel leuk is wat te leren mappen kennen. Nou, ik denk dat degene die op toeschouwer staat gewoon daarna mag kiezen. Als soort van beloning voor het wachten of zo. Nee, gewoon degene die de lobby aanmaakt, die mag de hele tijd kiezen. Ja, ik bedoel, maar dan... Ja, dat weet ik, maar ik ga niet heten. Ik heb nu toeschouwer, dus ik mag hierna kiezen en ik wil deze zelf spelen. Degene die tweede op de rij is, is daarna toeschouwer, die mag daarna kiezen van mij. Hoi Joyce, welkom! Oh, daar ging Sven. Ja, Roos is echt... Oh, en daar ging Rosie. Oeh, nou. En daar ging Lizzy. Dat is heel grappig, want ik kan nu zien waar iedereen ook is en of iemand in gevaar dreigt te komen of zo. Ja. Ik vind het ook wel grappig dat Roosje haar eigen kleurtje heeft. Dat is seafoam. Oh, daar ging Rosie. Oeh! De superlanding. Oh, twee superlandingen achter elkaar. Yes. Nou, Lizzy wordt aangevallen. Rosie is aangevallen. Oh nee, dit is Lars. Het ziet er echt leuk uit van boven. Ja, of nog iemand die meedoet inderdaad, Joyce. Mensen kunnen gewoon joinen, er zit geen code op het kanaal. Hoi Acenet. En voor mij is het niet echt spannend wie er nu aan het winnen is. Hoppatee. Nee, ik zie ook een gevaartekentje. Dat betekent dat de team blauw dus heel erg achter staat. Maar ik zie daar iemand. Dus maak ik klaar. Van het team blauw. Tien, negen. Oh, George kan ook een paar potjes meedoen. We zitten in een vriendenlounge. Je kan gewoon naam aanklikken. Yes. We hebben gewonnen. Zeg? Oranje heeft gewonnen. Ja. Hoeft die score niet af te wachten. Dat was altijd een stomme Sven. Pio, 2400. Ik had zelfs... Wacht, ben ik dit potje überhaupt niet dood gegaan, of wel? Oh nee, één keer in het begin. Ja, in het begin wel. Oké, dan is nu Annette toeschouwer en ik ben om het even... Oké, nou mag Annette van de show genieten. Als je wint, krijg je er altijd 1000 bij, ja. Nou Denise, nu kan ik je niet killen. En hebben we nog op A klikken. Ja, Joyce had net opgestart en dan kan ze er zo bij.
Want ze moet ook nog dat praatje door, toch? Ja. Ja. Dat had ik net in de pauze gedaan. Ik denk, dan hebben we dat alvast gehad. Ja, 100ste stream. Oh, wat ben ik? Oh. Goud tegen zilver, denk ik. Oh. Wat is hier al? Oh, is hij net al? Daar ging mijn mooie zilver. Goed zo. Oh, jij zit zeker bij goud. Ja. Ik heb Lars gewonnen. Ja, ik zie al Lars bij zilver inderdaad gekild worden. Lars zegt, deze map hadden we net ook al. Ja, dat klopt. Maar toen was ik toeschouwer en ik had hem gekozen omdat ik hem zelf wilde spelen. Maar ik had mezelf als eerste op toeschouwer gezet. Maar hierna gaan we wisselen. Sven! Ik leef net weer! Jonge. Ah, Lizzie! Nee. Weer dood, jongens. Lekker bezig, team. Ja. Er is nog iemand. Hier ontsnapt iemand. Dat ben jij weer, hè? Oh nee, twee. Ah! Oeh, Tony! Welkom voor de raids! Oh, ben ik eraan? Nee, ik ben er niet aan. Oh, nu welkom, ben ik er wel aan. Hoe was je stream, Tony? Heb jij een leuke stream gehad? Kan iemand een SO'tje doen? Kunnen we een clipje kijken? Oh, ik hoor al wat. Een hele harde wind. Ik denk dat je hem kon horen zelfs. Als er iemand de herhaling terugkijkt en je hoorde het, laat mij even weten of je het kon horen. Dan weet ik het voor de volgende keer. Was het leuk? Ja, Zelda toch? Het is toch altijd Zelda zondag? Ik ben hier dik aan het verliezen trouwens. Dus het is niet echt een trots moment om bij... Oh, snel nog even de wegen afknallen. Nee! Oeh! En Kitty's World Gaming, dankjewel voor het volgen, welkom! Ik ben Kim en vandaag is het mijn 100ste Twitch stream. We hebben net Mario Kart met kijkers gedaan en nu doen we Splatoon met kijkers. Ach, Rosie, ik was ook een noob in het begin. Oké, Joyce is erbij gekomen. Annette. Wat wil je? Je moet even niet een naam zeggen, denk ik. Gewoon... Ja, zal ik naar de volgende map gaan? Doen we... Hier, eentje. Ja, ik ga wel gewoon elke keer één pagina verder. Oké, eerste rij, tweede rij, derde rij. En dan de eerste, tweede of de derde of de vierde. Kitty zegt, gefeliciteerd met je 100ste stream. Dankjewel. Ja, dat, Annette mag het zeggen. Wil je nog eentje kiezen of zeg je doe maar gewoon random? Doe maar random. Oké, dan doen we random. Hoe doen we dat? Level kiezen. Oh, daar. Ja, willekeurig. Oké. Yes. Teams kiezen. Nu zijn we met Even. Ja, oké. Iedereen mag meedoen. En als er iemand die net met de raid binnen is gekomen van Tony ook denkt... Hé, ik wil ook Splatoon spelen. We zitten nu wel met 8, maar dan kunnen we weer om het even... Of met 2 toeschouwers, zeg maar. Als je een van deze mensen op je Switch vriendenlijst hebt staan... Er zit geen code op de kamer.
Nou, daar gaan we. Maar net zegt, ik ken ook nog niet alle mappen. Team Rollers. Ja, ze kunnen het op de stream ook zien natuurlijk. Oh, glimmend rood. Tegen, wat is dit voor een kleur? Vanillevla? Is het mayo tegen ketchup? Oh ja, ik weet het ook. Mayo tegen ketchup! Alleen dat ze wel een beetje een vieze mayo. Nou, ik vind deze ketchup ook wel heel erg heftig hoor. Ja, dat is wel waar. Het regent, het is, oh, dat is wel creepy trouwens. Het regent nu bloed. Goed in. Maar kijk dan ook hoeveel booster dingen jij hebt. Is het alles zit vol? Ja. Maar Lars is echt vervelend. Goed zo, Lars. Nee. Yes. Nee! In je Lars killen, maar die deed het heel goed. Leuk dat je er was, Miss Divi. Tot de volgende keer. Oh, heb ik aangevallen. Waar ben je? Daar. Ah, ik heb Annette gepakt, maar ondertussen werd ik zelf ook gepakt. Oh, weg bij die dingen. Rood. Auw. Alles is rood, volgens mij. Vinden we niet erg. Oh, ik weet niet wie pakte, maar thanks. Ja. Nou, dat gaan we niet willen, denk ik. Ja, jij wel, maar. Ja, joh. Haha. Hoppatee. Bam! 55%. Maar ik moet er alweer van door. Ik moet eten. Oké. Eet smakelijk, Sven. Leuk dat je mee hebt gedaan. Gezellig. Zeker. Doei. Doeg. Doei. Oké. Sven moet er dan nog uit? Ja. Oké. Dan doen we weer... Even kijken. Ja, ik ben daar op toeschouwer. Ik ga even naar de wc. Oké, dat is heel goed. Hoef ik niet meer. Ja, ik dacht anders doen we gewoon het rijtje weer verder af. Maar dan doen we het zo. Oké. Ja, zo. Kitty zegt, ik kom binnenkort langer kijken. Het is nu tijd voor iets te eten. Eet smakelijk, Kitty. Leuk dat je mee bent gekomen met de raid. En voor het volgen. Tot de volgende keer. Annette moet nog op A drukken. Yes. Fijne avond. Ja, jij ook. Teamrollers 2.0. Door en doorzichtig. Hebben we nou... Of is dit een ander?
Oh nee, dit is een andere baan. Pew pew. Moeten we oppakken? Oh ja, daar, dat dacht ik al. Als ik het daar afga, dan sterf ik. Ik hou niet van dat soort banen waarbij je telkens moet opletten. Die enge randjes. Oh, daar gebeurt alle actie. Oh, mijn verf is op, mijn verf is op! Hoi Robby, welkom. Wee. Hier kan je niet op verven. Dat vind ik soms lastig om te onthouden, waar je wel en waar je niet op kan verven. Kijk ik weer. Zitten wij eigenlijk bij elkaar, Lizzie? Oh nee, jij was plassen, dat is waar ook. Laatste minuut! Kan ik er daar af? Ja, kan ik daar af. Oh, er komt opeens een geval omhoog. Oh, ik vind deze baan echt eng. Gewoon, ik ben zo bang dat ik langs een randje eraf val of zo. Oeh. Oh nee, ik dacht dat ik eraan was, maar dat viel nog mee. Ze rollen zo onschuldig met die roller. Oh. Nou, oh, Yves, kom jij erbij? Idee, omdat Lars is natuurlijk echt super goed om Rosie daarbij te stoppen. Dan is het dan maakt Rosie een beetje kans, want Lars killt heel veel mensen. Mm-hmm. Kijk hoor, dan zijn we met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jij was net op toeschouwen, dus dan gaat nu Denise op toeschouwen. Ja, daarom Roosie. Omdat jij nog redelijk nieuw bent in het spel. En Lars is volgens mij degene met de meeste ervaring in het spel. Ja. Dan kom je tenminste ergens. Robby wil ook meedoen. Ja, als je iemand in het lijstje hebt staan bij wie je er kan joinen. Er zit geen code op de kamer. Oh, ik moet zelf ook aanklikken natuurlijk. Du-du-du-du. Oeh, Lizzie, je moet tegenover voor elkaar. Hey, we hebben deze weer. Dit keer niet gekozen, maar gewoon random toegewezen gekregen. Annette gaat de hoekjes af, zeker. Ja, dat kan ik ook. Oh!
net op tijd met mijn regenwolk. Oh. Ja, Rosie, je bent wel weer je eigen kleurtje volgens mij. Oh, is mijn inkt op? Nee, niet. Ik vind het grappig, Rosie, je hebt nu al twee keer die kleur toegewezen gekregen. Dit keer was ik te laat voor mijn beloning. En Robbie, dankjewel voor het volgen. Welkom. Nee. Wat zakkelars. Is je dit zo? Wat spelen jullie praal? Zo. Gaat het niet? Nee, ik heb de communicatie fout. Oh nee! Nee. Jongen, ik word elke keer door Lars met zijn superlanding gepakt. Ik heb lang niet tegen jou gespeeld, ja. Ja, ik doe natuurlijk ook andere spellen op stream. En ik heb offline weinig Splatoon nog gespeeld. Jongen, Lars, echt. Ja, het is een fair spel. Nee. Sorry. Nou, gaat mijn bommetje niet eens meer af. Oh ja, nu. Ja, telt dat nog mee? Ik weet het niet. Oh, dit is een lastige. Kijk, andere team heb gewonnen. Maar 5% verschil. Ja, ik denk dat deze teamverdeling al een stuk beter is. Piu. Ja, je kan erbij. Okay. Rosie zegt ook, ja, dankjewel. Dit lukt beter en dan kan ik ook ergens komen. Ja, het is zo frustrerend als je elke keer bij je basis al meteen wordt afgeschoten. Even kijken, ik zie je niet in het lijstje staan, Lizzie. Nee, maar speel mij nog. Oké. Ik heb zo 20 afgespeeld. Yves is er wel bijgekomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, dan Lars, toeschouw. Daar. Godzakken. Nu klopt het, hè? Ja. 3-3. Door en doorzichtig. Met een beetje bronzig en blauw gaan we spelen. Oh! Moet ik het even op annuleren doen? Oh. Nee, ik wil niet stoppen met... Nee, sorry. Dan ja, het wordt even moeilijk, Rosie. Dat is waar ook, Ive. Ik had het eerder moeten zien. Ik kan het niet meer wijzigen. Oh, weer deze. Nee. Dit is de val van de baan of baan. Geeft deze dan wel een beetje een mooi glansje? Nee, dat is dan wel weer jammer. Het is gewoon blauw. Kan ik hier af? Ja. Oh, jeetje. Nu al van die kanonnen.
we krijgen hier regen, alsjeblieft. Ja, jammer. Nee! Godzakke, Eensinet. Ik denk, ik ga aan de kant voor die superlanding en dan komt ze daarnaast alsnog klap bovenop me. Ja, ik weet het, Omri. Ja. Nee! Daar ging Eve. Thanks, Eve. Waar ben je? Je bent hier echt... Ja, daar. Ah, je hebt zeker zo'n onzichtbaar ding of zo, Eve. Want ik zag je niet in de grond. In de ver. Actie. Ik zie Denise de superlanding doen en ik spring er gewoon vrijwillig in. Dan vraag je er ook wel een beetje om. Tuurlijk, Lars. Ja, Eve zit daar gewoon verstopt in die verf, joh. Die zit iedereen op te wachten. Eve, echt! Sneaky bastard. Dit is toch niet leuk meer? Oh, nee hoor. Daar stond Denise op me te wachten. Jongen, 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 jongen. Zo, dik afgemaakt. Ting, ting, ting. Laatste ook. Ik heb een slechtste van het team gescoord, gewoon. Oké. We zitten weer met volle bak, dus niemand hoeft nu in... Kijk. Oké, Rosie, wil je bij Lars of wil je bij Eve? Ze zijn allebei goed. Nee, we hebben bij Eve. Ja, Rosie is de nieuweling. Oh, Annette moet ermee stoppen, die kon niet lieven. Zet ik jou op toeschouwen? Dat maakt Rosie niet uit. Even kijken hoor. Dan zijn we met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn we weer met 7. Oh, dan moet je toeschouwen. Dan is het jouw beurt om toe te schouwen. Oké. Okay. Dan kan Annette gewoon het spel afsluiten. Dan hebben ze er geen last van. Tonijntorens. Even zo blij. Joyce moet nog klikken. Annette, je moet nog wel even klikken voordat je weggaat. Ja, thanks. Denise vindt deze map heel leuk. Toch, Denise? Is dat echt of is dit sarcastisch? Ik denk dat het sarcastisch is. Oh, deze. Ja, deze ken ik wel, ja. Deze vind ik eigenlijk leuker met een wapen. Maar dat vind ik soms lastig, want ik vind de roller leuk om te doen. Maar bij sommige banen heb ik dan liever een wapen. Roosje zegt, ik ga straks ook eerst de rollen kopen. Ik wil ook rollen. Hier kan ik niks doen. Hier kan ik wat doen.
Oh, ik ben in het midden. Daar ging Lissy. Doei Lissy. Oh, mijn stop. Oh. Nee. Payback. En Roze zegt, ik zie Ace net heel mooi de randjes vullen, daar hou ik van. Je hebt meerdere rollers, Roze. Het ligt eraan de levels die je hebt. Maar ik denk dat Yves dat wel weet. Vanaf welk level je je eerste rollen kan kopen. Want dat is wel een beetje een nadeel voor Roze nu. Dat je in zo'n privé lounge, waar we dus nu in zitten, kan je niet levelen. Dat kan alleen in zo'n online toernooi. Daar ging ik. Hoe gaat het met het verf? Nou, ik word net gekild, Bianca. Maar we hebben wel Yves en Lars uit elkaar gehaald, voor de zekerheid. Robby zegt vanaf... Is het Robby of is het Robin? Omdat ik net de nieuwste Robin zag zeggen. Maar die zegt vanaf level 4 kan je... wapens kopen. Nee. Nou! jongen. Oh, dit gaat niet goed. Nee. Ja, haha. En nou word ik door Yves alsnog gepakt. even kijken. Nee, je hebt level 2 toch, Rosie? Of heb je level 1? Ik kan het zo kijken. Oh, Rosie had al een wapen gekocht. Maar ja, je hebt elke keer als je level omhoog gaat, krijg je weer nieuwe wapens erbij waar je uit kan kiezen. Want ik heb alweer een andere roller dan die je bij een van de lagere levels kan kiezen. Oké. Okay. Thanks voor het meespelen. Ja. Dag. Doeg. Even kijken, met hoeveel zijn we? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nou, dan hoeft niemand meer toeschouwen. Ja, ik doe wel gewoon om het even, Rosie. Dan word je de ene keer bij Lars gestopt en dan word je de andere keer bij Yves gestopt. Ze zijn allebei goed. Jeetje, Robby, level 413. Oh, het is Rob, oké. 413. Oké. Joyce zegt, ik heb alle rollers, maar kan er niet meer mee spelen. Hoezo kan je er niet meer mee spelen? Zit er een bug in het spel of zo? Of is het... Ja, nee, ik weet geen andere reden. Nieuwe wapens gaan door tot level 30. Dus Joyce en ik kunnen nu alle wapens kopen in principe. En Lars op zijn eigen account ook. Oké. Rollers zijn alleen chill. Ik vind op deze map juist een wapen chiller. Paars. Ik vind toch, het is wel de eerste keer dat ik hem trouwens in de avond speel. Normaal, ik heb deze baan een paar keer... overdag gespeeld. Het is nu natuurlijk overdag, want het is 5:15, maar ik bedoel dat het op de map zelf donker is. Dat heb ik nog niet gehad. Dat is omhoog. Denise en ik denk af en toe hetzelfde zie ik. Nee!
Oh, is het vanwege een privélobby dat hij nu in het donker is? Okay, hier ben ik al. Hier zijn we allemaal geweest. Hier is nog een beetje. Hier is nog een beetje. Waar is iedereen? Oh, daar zie ik mensen. Jeetje, wat voor roller heb jij dat je zo ver komt? Nee. Oh, ik wilde draaien. Je hebt platvest gekozen in plaats van de normaal. Oh. En dan krijg je dus donker. Oké. Lopen we hier af? Ja. Lopen we hier af? Ja. Zo. Ik heb ook een keer iemand gepakt. Sorry, Joyce. Oh, ik haat het als in die countdown je inkt op is. Even kijken. Van 2017 tot 2019 was elke maand een splatfest dat 24 of 48 uur duurde. En was alles in het donker. Oeh. Maar yo. Zo, Lars heb gewoon, is voor bijna 2000 punten. Oh, je kan er niet goed mee overweg met kunnen Lars en ik tegen de rest? Rosie zegt ja, doei. Twee, ja, maar er zijn 2 of 4. We kunnen het. Ja, Dries zegt oeh. Ik pak jullie. Oh, dan is het alsnog 4 tegen 4. Ja, nee, dan doen we het niet. Ja, dus, nee, we zijn met 6. Oh, omdat jullie jezelf als 2 personen zien. Durf het aan? Joyce zegt, ik zeg proberen. Oké, Team Bravo. Team Bravo. Oké. Meiden tegen de jongens. Dit kunnen wij. Oh. Ik vind die baan wat minder. Ik ga alvast in mijn eigen verfgraf liggen. Denise zegt, maak ze in. Dan ga ik hard. Rob pakt de popcorn. Ja, wij hadden de baan eigenlijk moeten kiezen, hè? Nou, laten we eerst even kijken hoe dit gaat. Ik vind het wel grappig, ze krijgen roze. Oké, Denise, heb jij dan alvast een baan in hoofd? In je gedachten? Oh god, ik zie daar al wat. Overheen. Die kant op. Oh, nee, ik ben target. Nee! Ja, hier kan ik verven. Zo. Nee, niet hier. Nee, ik wilde draaien. Hey Sven.
Dan zijn er de jongens tegen de meisjes aan het doen. Oftewel 2 tegen 4. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Verdorie! Daar! Nee! Nee, Sven, dan wordt het te moeilijk. 3 tegen 4. Oh. Oh, laatste minuut gaat 1. Nee! Ik wil gewoon 1 keer! 1 keer! 1 van jullie killen. Gewoon 1 keer! Het moet toch wel minstens 1 keer lukken? Nee. Hoe vaak ben ik nou al gepakt? 5 keer of zo? Hier, allemaal roze, weg roze. Tien, negen, snel die afvuren. Eef! Oh! Heb ik niet heel slecht gedaan. We hebben het niet heel slecht gedaan. Oké, Denise, welke baan had je in gedachten? Daar. Welke baan kunnen we de jongens mee pakken? Mates. Mates. Fitness, 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 fitness. Ho, ho. Niet hier. Fitness, fitness, fitness. Ho. Fitness, fitness. Ik heb ook geen idee hoe die eruit ziet. Fitness, fitness. Hè? Ik heb alles gehad. Sushi-straat. Oh, hier. Vinkjes. Ik ben zo hard overheen gegaan. Oké. Okay. Oh, Sven is erbij gekomen. Durven we dit aan? Oh, Sven... Of Yves zegt, zet maar op toeschouw. Oké. Okay. Dan gaat Sven bij Lars. Oké. Okay. Sven zegt ook nee. Je mag geen kalko hoor, Sven. En we hebben roze en blauw. Dit vind ik ook heel grappig. Dit gaat een complete afgang worden. Oh, de meiden hebben roze. En de jongens hebben blauw. Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Oh, deze. Ja, deze ken ik. Deze baan. Oh, nee, 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 nee. Oh, ik heb er één. Oh, volgens mij word ik nou teruggepakt. Ja, ik word teruggepakt. Echt de base klaar. Oké.
Ja, ik staat geen gevaar bij onze naam, dus dat zie ik als een goed teken. Wat staat er? Oh, dat er nog geen gevaar staat. Geen gevaar. Nee. Oh nee, last. Oh, ik ook. Hey, nu wel, nu staat er wel gevaarlijk. Maar we kunnen terugkomen. Sven. Okay, oh, Even zegt lekker Denise, ik zag je Lars kerkelen. Zo. Ik heb het drie vermoord, Lars. Dan kunnen we. Echt schattige kleurtjes. Dat een beetje pastel baby roze en dat pastel baby blauw. Ja. Nee, laat het niet. Ik ga aan het kleuren van mijn leven. Oh nee, is het niet. Aan het kleuren van mijn leven. Oh, Roosie eet me. Oh ja, nu zie ik gevaar bij jullie. Oh. En ja, toen was het gepakt. Heb je nieuwe spettertijd gekocht? Vraagt Yves. Ja. Leg het blauw, ja. Ja, dat gaan we niet winnen. Zo. Nee. Yves moet zo gaan, die gaat eten. Oké. Okay. Oh. Hoeveel procent? Ja, Denise heeft me echt vaak gekilled. Zo, 6 kills door Denise. Mij, ik heb maar eentje. Oké, dan doen we nu weer gewoon... Hoppatee. Kijk, met hoeveel zijn we? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat is veel jammer. Gewoon zo, denk ik. Ja, jij speelt het ook nog niet zo heel lang, toch, Sven? Nee. Nou, we gaan gewoon zien hoe het wordt ingedeeld dan. Hoppatee. Yes. Oh, god. Tentakel, spektakel. We gaan ze inmaken. Rosie zegt, denk dat ik zo moet eten, maar kan nog een rondje of twee meedoen. Ja, dan doen we nog twee rondjes, vind ik wel een goeie. Het is ook al 6 uur. Ja, als jullie te goed zijn samen, dan haal ik jullie zo uit elkaar hoor. Misschien haal ik jullie sowieso wel even uit elkaar bij de volgende. Word je al bang te doen, zeg. Ja, ik heb er al gekild. Ik weet alleen niet hoe ik hier wegkom. Oei. Oh, poort 1 gaat open. Oh. Oh, daar is de actie. Ouch.
beter leren maken. Zo. Ik voelde me wel trillen, die superlanding. Het was vlak naast me. Ja. Volgens mij zijn we met z'n drieën allemaal heel erg bij elkaar. Nope. Rosie, je hebt me gepakt! Dat is 2. Kom op, dan heb ik er 3. Dat is 3. Met deze glas. Oh, ja, ik ga wel even bij een basis vandaan. Ja, dat is altijd zo stom. Ja. Ik ben wel eens gewoon uit een toernooi gestapt. En dan ging ik gewoon opnieuw een nieuw toernooi joinen. Omdat er van die mensen waren die dan de hele tijd... Hoe kom ik hieruit? Oh, nu zit ik vast. Kak. Ja, dat zat ik net volgens mij ook. Dan moet je via die doos. Hoe sprong je? Oh. Oh, kan je zo? Nee. Kijk, hier ben ik dus niet handig in. Ik dacht dat je alleen van de basis kon lanceren, maar het kan ook hier. Oh, nee. Ik word op het laatst nog gekild. Yep. Ja, ik zal nu voor de zekerheid jullie wel uit elkaar halen. Jammer. Is je net dik gaan huilen? Ja, Rosie gaat meer levels nodig hebben. Maar jij hebt hem ook nog niet zo lang. Dat komt. Oké, laatste potje. Dan doen we Lars Bravo en Rosie Bravo en Sven Alpha. Zo. Oh, dit gaat denk ik een heel spannend potje. Ja. Ja, Denise die kan ook goed killen. Ja. Ja, ik ben niet heel goed in killen. Ik ben gewoon vooral goed in verven. Joyce moet nog op aandrukken. Maar Lars is gewoon echt heel goed in killen. Dat is gewoon heel irritant. Ja. Nou ja, ja wat Yves soms ook wel eens doet, is die gaat dan bij de basis hangen. Oh ja. Denise, is niet als er 2 op mij afkomen. Nou, je hebt in ieder geval Lars die niet meer op je af kan komen, dus dat scheelt. Oh nee, die boot. Oké. Okay. Dit wordt een spannende. Maar Lars is ook echt, voordat je het weet, is hij al bij je. Ja. Dat is echt niet normaal. En ook voordat je het weet, heeft hij als eerste ding... Ik zie nu al dat er iets is afgeschoten. Ja, dat was ik. Oh, dat was jij. Hé, hey, ik heb Lars daarmee vermoord. Dat is een goed teken. Ik heb ook al bijna niet spelen. Ja, ik zag hem. Oké, okay, dit is Lars. Dit is Lars. Wegwezen. Hij heeft, volgens mij kan zijn roller verder schieten dan de mijne. Heb ik het idee. Ja, als ze springt en dan schiet. Oh. Dan gebruikt hij de roller niet, zeg maar, horizontaal, maar verticaal. Ja, dat je ermee slaat, ja. Maar ik dacht al, hoezo kan hij mij verder raken dan ik hem? Maar dat doet hij dus... Oh, nee! Oh, ik was op het randje! Ik wilde eruit. Dat gaan we niet doen. En dat moet jij wel zien. Ja, dat zag ik. Nee! Jongen. Wil je maar even niet vermoorden? Hoi. Ja.
Hoe doe je dit ook weer zo? Daarheen. Ik zit volgens mij een klein beetje bij hun basis of niet. Nee! Ik was er net, Rosie. Ik was er net geland. Het is echt gewoon, onze basis is helemaal blauw en hun basis is helemaal wit. Nee, niet nu de inkt op. Niet zo vervelend doen. Nee. Nee, ik wil gewoon door twee tegelijk. Nou, heel leuk om nog terug te komen. Ik heb echt heel veel punten. Ik had het enige wat ik nog kon doen, is even een bommetje gooien. Ik kwam met 2 seconden kom ik terug op de basis. 5%. Maar ik had wel echt heel veel punten. Ja. Ja, zo! Je hebt er gewoon 1000 meer. Nou, ik vond het leuk. That's right. Oh! That's right. Thanks to these. Hoppa, feestje. Hoppa, feestje. Ja, dit was wel het laatste potje. Ik ben helemaal van mijn apropos. Splatoon. Thanks voor je subje. Uitroepteken feestvlag. En thanks, Sven, dat je in call wilde meedoen. En de andere mensen die eerder in call hebben meegedaan. En de mensen die hebben meegedaan met Splatoon in het algemeen. Dat was zeker gezellig. Dag. Oké, en Denise zegt blauw. Ja, waarom vraag ik het eigenlijk nog? Een blauwe. En 6 maanden, half jaartje alweer. Je hebt de hele command niet gedaan, nee, maar het is gewoon blauw bij jou. Jij doet altijd blauw. Jij zei het en toen dacht ik, ja, duh. Hier is die, je feestvlaggetje met een 6. Zo. We hebben Miss Divi, Football Sims en Denise. De feestvlaggetjes van vandaag. En Brenda die krijgt dus nog een vlaggetje. Want haar subje loopt op dit moment nog. Dan ga ik nog 1 kleine giveaway doen aan het eind. En dat is voor 100 tickets. Ik zag net al Yves zeggen dat hij aan het sparen is voor onder andere de Switch vriendenbeloning. Als jij 100 tickets wil winnen, doe dan nog een keer uitroepteken saldo in de chat. Die zegt, die kan ik wel gebruiken. Ja, nou, nu is verkleedpartijtje heb ik uitgezet. Omdat ik wist, ja, we gaan Mario Kart doen en we gaan Splatoon doen. Dan is het lastig. 100 tickets voor mijn streams. Je hebt zeg maar de kanaalpunten. Dat zijn bij mij pulspunten. Maar je hebt ook... voor Streamlabs heb ik ook een kanaalpuntenbeloning. Als je nu op de computer zit en je beweegt met je muis... zeg maar in dit gedeelte... dan verschijnt er een kassa-icoontje. Ik heb zo allerlei beloningen. Bijvoorbeeld praatjesmakers, dat een botje bericht kan voorlezen. Een verkleedpartijtje, dat ik dus allerlei accessoires opzet. Switchvriendenbeloning zit daarbij. Voor de 100 Baby Challenge zit de beloning vadertje erbij. En ik kijk altijd naar wat stream ik en welke wil ik aanzetten, welke wil ik uitzetten. Dus dat is elke keer een wisselend aanbod. En dat is dus een beloning die je kan kopen met tickets. Ik ga er dus nu 100 weggeven. De giveaway voor 100 tickets. Dus als je mee wil doen, uitroepteken, inzet, spatie en een getal van minstens 1... of maximaal 100. Maar als je minder hebt dan 100, dan kan je alleen inzetten wat je hebt. En Sven, dit begint een meme te worden. Volgens mij doe je gewoon standaard voortaan bij alle giveaways. Inzet 1. Inzet 1. Kijk, mensen gaan lekker inzetten. Ja, dit is wel het einde van de stream. Maar dan krijg je de 100 tickets bijgeschreven. En dan heb je meteen iets voor een volgende stream om op in te zetten bijvoorbeeld. Sven zegt, ooit moet het lukken. Ja, maar het is toch een keer gelukt? Of was het met iemand anders? Volgens mij was het een keer gelukt. Joy zet even lekker veel in. Dat was bij Bleep. Ja, die had er toen ook 1 ingezet. En toen was het gelukt. Dat is waar. Goed geheugen. Dat je zelfs ook nog weet bij wie. En Sharon zegt, ik sla deze over. Ja, volgens mij maakte ik ook toen specifiek nog de opmerking. Oh, ik ga het echt grappig vinden als je dan ook nog eens nu wint. En toen won die. Dat je echt denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Lang haar met dit weer. Ja, ik moet weer naar de kapper. Ik moet nog even een afspraak gaan maken. Want het is nu echt... Het komt gewoon tot hier. Ik wil graag mijn haar tot hier. En het is nu zo dat als ik een hoge staart draag... dat het komt tot hier. Dat is niet normaal. Oh, en de giveaway is gesloten. Je kan geen muntjes meer inzetten. De winnaar wordt zo meteen bekendgemaakt. Ik zie dat 9 mensen hebben meegedaan. We hebben Acenet, Sven Kaira, Willy Lazy Lady, Voetbal Sims, Rosie Wosie, Larso8, Iris205, It's Savannah en Joyce30. Jullie hebben
met elkaar 173 tickets, nee, muntjes ingezet. En dan gaan we kijken wie er 100 muntjes bij krijgt. En dat is... Denise! Degene die zei, dit kan ik goed gebruiken, die wint ze ook nog. Dat vind ik mooi. Oh ja, je hebt natuurlijk heel veel vergokt. Ik denk, wat heb je weinig, maar je hebt heel veel vergokt. Hoppatee, van 86 naar 186. Gefeliciteerd, ik heb ze bijgeschreven. Je hebt de tickets erbij. Gokken is beleven. Nou, voetbalsims, gefeliciteerd met jouw giftsubje. En Brenda, gefeliciteerd met jouw toekomstige giftsubje. Die ga je nog krijgen. Dianne, gefeliciteerd met de Sims hier interieurdesigner. Die ga ik na de stream via Origin... krijg je de code van me in Discord. En Denise, gefeliciteerd met 100 tickets. Ook nog bedankt voor de subjes aan... Miss Divi en Denise, Tony voor de raid en alle mensen die we zijn gaan volgen. En de bitjes die vandaag gedropt zijn. Dank jullie wel. Bedankt voor het kijken. En een fijne avond. En tot de volgende keer. Oké, nou wil ik iets grappigs doen. Er zit een effectje op. Oké, 1, 2. Hihi.